Sony Media. Ik ben niet Aaf van het Kostjes. Ik ben niet Mark-Marie Huijbrechts. Welkom bij Mark-Marie en Aaf vinden iets. Hoeveel sterren geven wij? Verjaardagen. Nou ja, we gaan het vandaag over verjaardag hebben, want holadie, holadio, jij bent jarig. Absoluut. Je bent 47 geworden. Ja. Oh. Mooie leeftijd, ja, bij je leeftijd. Ja, het is niet een mijlpaal of zo, maar het is wel een leuke, geinige leeftijd. Nou ja, wel een mijlpaal, want er zijn heel veel mensen die het niet halen. Nee, dat is absoluut waar. Dat nou, ga daar maar eens over na zitten denken. Oh, daar denk ik ergens al mijn hele leven over na. Ja. Maar, en ga je het groot vieren met de buren en zo? De Mark-Marie zegt dit, omdat ik altijd beweer dat ik naast allerlei winkels woon, waar ik niet naast woon. Ja, eventjes voor de mensen, want zij zegt heel vaak, oh, maar de Heba, daar woon ik naast. Nee, maar de Albert Heijn zegt vlakbij, want die woon ik naast. Flink, die woon ik naast. Maar ik zei op een gegeven moment, werd het me te veel. Zeg ik, nee, dit kan niet. Je kan niet overal naast wonen. Nou, eerder dat ik daar heb ik uit moeten leggen met Playmobil poppetjes, wat naast is. Ze heeft net die aflevering van de Klokhuis niet gezien van naast. Nee, maar ik vond wel niet leuk dat naast. Je even voor me had meegenomen. Die is ver weg. Die is dichtbij. Ik vind naast vind ik rolafstand, zeg maar. Rolafstand. Mocht je willen rollen naar de Hema. Soms een suikeroom. Ja. Ja, ik zie ook. Ja, ze zagen dienen zich aan. En... Ja. Ja. Maar jij, rolafstand vind jij rolafstand naast wonen? Rolafstand is naast. Nee, ik nee, alleen de buren wonen naast mij. En de rest woont niks naast mij. Wel in de buurt. Het is zeker in de buurt, denk ik. Naast. Maar niet naast. Dus dat, daar heb je, moet je helaas afzijden. Een hele brede definitie van het woord naast. Ja, want we hadden het daar dus over. Zeg gewoon maar, woon jij dan naast? En toen zei ze nee, maar in onze staat een enkele winkel. Nee, maar ja, geen toen voelde ik wel een beetje van mijn stoel af. Dan denk ik, ja, maar dan kan je niet blijven zeggen naast. En toen heb ik misschien haar een klap gegeven. Dat is waar het pathologisch liegen begint. Ja. 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 Dus, maar dan slaan we er wel uit. Dus je woont in de buurt bij de Hema en zeker, bij Flink. Ja. Heel goed. Praktisch naast. Hoe was jouw... We gaan het dus over verjaardag hebben. Ja, dat is het onderwerp. Thema. En dan hebben we... We hebben twee suikerooms. Hema. Noemden we net al een paar keer heel subtiel, zomaar. Ja. En VA Thuis. Dat gaan we leuk. Nog uitleggen. Dat zijn wij heel dol op. Cursussen. Ja. We hebben natuurlijk het Roddelblad. Ik zie daar een heel veelbelovend blad liggen. Is weer de privé geworden. Ja. Die zich ook ineens met de politiek bemoeien. Heel fijn dat ze zich daar ook vinden. Ja. Echt heel prettig om ook hun visie daarover zeker. Te hebben. En we hebben natuurlijk een probleem. Ja. Dat gaat ook over buren trouwens. Ja. Dus ja. Het is veel samenhang. Heel veel. Ik voel het. Hoe was jouw week? Nou, ik was een weekje in Portugal. Och. Op vakantie. Ja, ik ben. Ik vond me ongelooflijk gezegend. Het was natuurlijk wel. Nou ja, dat is. Ik vind het altijd heel. Lastig, wat is het nou megalomaan of wat? Niet? Maar nou, ik vind het altijd lastig, klinkt raar. Nee, ik vond het in deze specifieke situatie raar dat ik op reis was en op een hele fijne plek en dan breekt er een oorlog uit en dan voel ik me schuldig. Dat is natuurlijk onzin. Maar je denkt toch, jeetje mina. Ja. Maar weet je, vandaag zei ook iemand, ja, het kan Poetin niks schelen. Dus jij kan je wel schuldig voelen, maar... Nee, en heeft ook niet zitten wachten tot jij wegging. Nee, van nu pak ik er even. Nee, maar en waarom zou je er schuldgevoelens over hebben? Maar het voelde dus een beetje vreemd. Ja. Maar even los daarvan, wat ik daar dus heb ontdekt... is hoe fijn het is om kippen te hebben. Want wij hadden een huis gehuurd en we wisten dat helemaal niet... maar bij dat huis zat een hele kippenren... En die verhuurder zei van, nou, dan kan je 's morgens gewoon even naar de kippenren. En dan kijk je even wat voor eitjes zijn. En die kan je gewoon gebruiken. Superleuk. Wat een ja, ik wist wel dat kippen eieren legden, hoor. Ik bedoel, maar zoveel. En zo lekker. Ja, het schiet er gewoon aanhoudend uit. En ja, dat je dan 's morgens eieren gaat rapen. Ik geloof toch echt wel dat ik, als ik ooit een huis met een tuin bemachtig... dat ik dan kippen ga nemen. Gatten. Ratten komen eraf? Het enige wat ik ervan zeg. Ja, anders had ik al lang wel... ik vind het ook wel iets voor jou. Ja, ik vind kippen hartstikke leuk. Nou, bij dieren ben ik altijd bang dat ze dan ziek worden. En dat je dan zorgt opstaat en dat er zo één oog zo half uithangt. Dat je, oh god, daar moet ik iets mee. Dan moet je ze wurgen. Ja, dat is net als, weet je wel, met de fiets dat je lekker band hebt. Dan denk je, oh, daar moet ik nou iets mee. Dus dat is ook als je dan een konijn of een kip hebt. Nee. Maar als je een kip hebt en zijn hoofd valt of die ene valt, dat het om, dat je denkt, ja, ik doe
maar even net of ik het niet zie. En dan misschien gaat het vanzelf over. En dan gaat het niet vanzelf over. Dan denk je, oh, dan moet ik daar nog mee. Ja. En dan moet ik, snap je? Ja, dit houdt jou tegen van het houden van kippen. Ja, nou van dieren eigenlijk ook wel in het algemeen. Dat ik denk, oh god, dan gebeurt er iets. Kunnen kwalen krijgen. Ja, of die kunnen allemaal, ja, die kunnen natuurlijk doodgaan en zo. Dus, maar wij hebben ook een keer, ook op vakantie waren wij. Daar hadden ze ook... Nee, maar was Dubai? Daar schijn je hele leuke kippen te van die Gordon kip. Maar die alles onderscheidt en heel vervelend zijn. Maar nee, ik was in Australië. Ja. En daar hadden wij ook een Airbnb. Die hadden ook allemaal kippen erbij. Hebben we het verteld? Nee. Daar hadden ze een kippenrennen. En ze had die mevrouw gezegd, oh, it's very nice. Want ze spreekt Engels. Hè. Oh, it's very nice. Tijdens de dag kan je ze dan gewoon vrij laten. Oh. En dan s'avonds, dan ga je er even naartoe zo tegen de avond. En dan doe je het hek dicht, want dan zijn ze allemaal zelf in het hok gegaan. Ja. Nou, prima, zou ik denken. Nou, en toen hadden wij op een dag hadden wij wel gezien. Dat hadden ze jongen, ze hadden een aantal jonge kipjes. Zo hartstikke leuk en ook allemaal nou, prima, deur dicht. En toen hadden we een lees... Hoe heet het nou? Een lees... hoe heet die? Zo'n heel gemeen beest, zeg maar. Met zo'n gekko? Nee, groter, zeg maar. En het lijkt inderdaad... Varaan? Ja, een leesvaraan. En die hadden we in de boom gezien. En toen hadden we een foto van gemaakt. Dus zei Karim nog van, goh, is er niet? Zeg nee, want die zijn vegetarisch. Dat wist jij. Dacht ik nou. Dacht je zoveel van varanen weet je niet eens op hun naam kon komen. Dat dacht ik zo te zien. Dat ik denk, nou, die kijkt gewoon in de boom. Kijkt vegetarisch. Dus wij verder helemaal niet opgelet of zo. En toen waren er allemaal kippen dood. Nee. Had hij allemaal kip opgegeten. En toen zei die vrouw, die zei van... maar heb je dat niet... ik zeg, nee, maar we hebben wel zo'n verhaal gezien. Ze zei, nee, maar die eten ze op. Zeg maar, die zijn toch vegetarisch? Nee, die zijn helemaal niet vegetarisch. Maar wat had jij al moeten doen? Ja, jij had misschien de kooi dicht doen eerder. Ja, ik dacht dat die verhaal van bovenaf uit die boom in die kooi was gevallen. Nee. Hij was... Die boom bestond erg, want een vrij groot terrein. Bestond wel vlakbij die kippenren. Maar wij dachten... Ja, hij is vegetarisch. Ja, wij dachten niet die aan te vallen. Maar toen zei die mevrouw, die was wel heel goed. Die zei, ja, dat is nou eenmaal als je buiten leeft. Zeg, want wat verschrikkelijk, want ik was... Ja, daar was heel chill over. Toen zegt ze, ja, dat is nou eenmaal als je buiten leeft. Dat zijn dat soort dingen. Maar goed, dus Portugal, daar hadden we het over. Ja. Oh ja, en ik wil ook nog even zeggen, Mark-Marie. Ik begon hier net al heel even over, maar dat ik dus Portugezen... Dat vind ik wel ongeveer de knapste mensen, uiterlijk gezien. Innerlijk weet ik niet, want ik kan niet met ze praten. Maar uiterlijk gezien van de wereld. Echt waar? Ja, vind ik hele knappe mensen. Want ze hebben dan een beetje zo'n soort van... Ja, soort olijfkleurige huid. Ja, ik weet nooit waarom dat zo heet, want het is niet groen. Ja, want olijven zijn helemaal niet... Ik heb nog nooit een groen mens gezien. Nee. Er zijn volkstammen olijfkleurig. En dan hebben ze vaak... Ja, of donkere ogen vind ik heel mooi. Maar ze hebben ook wel vaak een beetje zo groene ogen of... Blauwe ogen. Van alle kleuren ogen hebben ze, zeg maar. Maar die staan allemaal goed bij die olijfkleurige huid. En ze dragen bijna altijd een lamswolle trui. Nou, echt wel. Ik heb op een terras gezeten daar. Het wordt gekker. Iedereen had een lamswolle trui aan. Dat vind je aantrekkelijk. En dat stond ze echt... Ja, nou, Nederlander in een lamswolle trui vind ik niet per se aantrekkelijk. Maar je hebt zo van zout op je huidachtige... Ja, zout op mijn fluit, zoals zout op mijn huid, dat ga ik even uitleggen. Want ik zei dit laatst tegen iemand die keek me echt aan alsof hij water zag branden. Dat is zo'n boek over zo'n vrouw en die gaat dan in een ver land wonen. Bretonse schipper, geloof ik. Ja, en dan wordt ze verliefd op een Bretonse schipper en die heeft heel veel zout op zijn huid. Ja, dit boek en altijd een erectie, geloof ik. Die komt dan van de zee af en dan... Ja. En die... Zo. Ja, dat is en zij toch? Staat daarvoor open. Ja. Zij is een soort intellectuele vrouw van net 47. Ja. Dus dat... Nee, maar ik vind het eigenlijk niet zo Bretonse schipper, want dat is meer ruig. Het is meer juist zo van leuke universiteitsprofessor. Richting Parijs. Ja, een beetje stijlvol. Heeft in Parijs gestudeerd. Ja, maar is nu terug naar Portugal en eet daar de hele dag kabeljauw. Op een leuke manier. Ja. En nou, jij kijkt echt zo van... geef mij een portie maar een fikkie. Maar ik kan me niet voorstellen dat jij Portugezen niet knap vindt. Nee, want het gaat natuurlijk richting Midden-Oosten-Arabisch, zeg maar. Ja, ik vind Arabisch heel knap. Maar zijn ook heel knap. Ik wil even zeggen, in alle landen wonen knappe mensen. Maar zeker. In sommige landen wonen
opmerkelijk veel. Wat vind je bijvoorbeeld, wat, vind je lelijke mensen? Welk land vind je lelijk? Oh. Ja, als je dan knap weet, nou ja, dan zou je lelijk ook moeten Nederland. Weten. Nederland. Nou, ja. Nou, niet lelijk. Ik vind ook heel veel Nederlanders knap. Maar ik zie dus altijd Nederlanders, nou jij ook. Je ziet ze van 7000 kilometer afstand, herken je ze? Ja, ze zijn groot. Luid, roze, vaak. Roze, ja. Glimmend. Als een vark, ik heb het ook nu helemaal over mezelf, hè? Ja. Maar, en dan denk ik, ja, jullie zijn hartstikke aardig, hoor. En ik mag jullie graag. Maar het is niet qua looks mijn allerfavorietste land. Nee. Nee, zeker niet. Maar goed, jij was in Portugal. Maar daar had, ja. En, dat, en je had daar gesurfd, zei je dat? Ja, nou, ik heb daar een surfles genomen. Bij een Portugees? Bij een Portugese man. Oeh, dan val ik weer. Pak me beet. Wat hij dus zei. Hou me vast. Oh, dat is zo. Ik nam die surfles met mijn kinderen. Want ik dacht van, oh, nou, dan heb ik... Die waren er in het begin nog bij. Ja, precies. Op een gegeven moment stond mijn zoon gewoon op een surfboard. Maar wat ik, waar hij zich over verbaast, je moet zeg maar bij het surfen, het golfsurf, moet je dus liggen op een bord, dan moet je heel hard paddelen en dan moet je gaan staan. Nou, dat staan had ik natuurlijk helemaal niet bedacht ik dat ooit ging doen. Nee. Maar het liggen lukte mij dus ook vaak niet. Dus wat ik deed je rolde dan? Dan van het bord af. Maar hij had, dat had hij echt nog nooit meegemaakt. Dat vind ik dan wel weer leuk om een surfleraar echt zo mooi te, want die doet dat de hele dag door. Hij zei, Afja. Wat doe je nu? Hij was gewoon Afja, zo noemde hij ja. mij de hele tijd. En ja, hij begreep echt niet hoe iemand nou niet op een surfboard kon blijven liggen. Ik eigenlijk ook niet. Nee. Maar ja, toch kan het. En, dat, en je bent nooit verder gekomen dan... Ja, op een gegeven moment had hij zichzelf als een soort roer aan mijn surfboard vastgemaakt. Ja. Dus ik dacht steeds, jeetje, wat ben ik stabiel in de zee. Wat gaat het? Toen bleek dat hij al een half uur achter mij lag. Ja. Hij hield het recht. En dan gingen we dus samen door de golf met hem dus achter me. Dus ik moet wel altijd een man aan mijn surfboard hebben hangen. Portugees mocht ik deze, carrière voorten, liever een Portugees met een hele erg tanline. En, en een landsvoelde trok ik, zeg maar. Ik kon wel mijn armen strekken. Oh, doe maar. En bijna één knie bijtrekken. En dan flikkerde ik de kaart af. Ja. En waren er dan mensen op het strand? Ja, en die keken daarnaar. Oh, verschrikkelijk. Ja. Gelukkig heel weinig mensen. Dat zou ik al niet kunnen, gewoon. Ja, maar weet je, Mark-Marie, ik word de hele dag vernederd door mijn eigen klunzigheid. Dus ik ben niks anders gewend. Ja, ja. Weet je, ik ga struikelen door het leven. Ja, dat ik dan ook struikel in de zee. Ja, nee, ja, dat maak je niet. En die hele coole surfers, die zijn met hun eigen ding bezig. Het boeit ze echt niet dat daar een vrouw van bijna 50 punani in de branding ligt. Dat kan ook hard opvallen, hoor. Oh ja? Ja. Ja, dat bleek maar weer eens. Maar toen heb ik gezegd, Gonzalo, I am very tired. Oh, I am going Gonzalo. Back to the beach. Yeah. I go back to the beach. I take a shower. Maybe you want also... I have some salt on my skin. Ontel ik also want to shower. Dat mag je niet meer zeggen. Nee? Mag je niet meer zeggen. Nee, dat, nee, want nee, dat legde hij mij ook uit. Van, normaal zou ik jouw surfboard nooit aanraken, want je mag niet zo dicht bij een vrouw komen als instructeur. Maar bij jou moet het wel. Ja, daar had je wel voor gezorgd. Gonzalo, I have balance issues. You have to really touch me. Really. Zou ik, want ik doe dus kennelijk beweeg ik te veel met mijn kont tijdens het liggen. Oh, ja. Maar hij zei nou your butt, want hij sprak natuurlijk niet zo goed. Het was steeds echt. Your ass. Maar dat is best wel een grof woord. Maar jij lag dus heel de tijd op die zorg een beetje met je kont te draaien. En hij lag als een roer achter. Ik weet niet wie aan het me too was en wie niet. Het was jullie waren elkaar gewoon aan me too. Dat is ook prima. Weet je, daar zijn hele mooie romans over geschreven. Vonden mijn kinderen al surfen. Ja, nee, maar dat is prima. Ja, nee, het was echt een topweek. Nee, want die vrouw van Volt, het wordt steeds raarder en raarderder. Oh, en ik zag nu een bord, echt letterlijk van Volt, een verkiezingsaffiche. Ja? En dan stond bij, kijk voorbij je grenzen. Ik denk, waarom hebben ze dit affiche weken geleden? Maar wat sta jij erin? Ja, nou, ik weet alleen nog maar dus dat ze van heel veel dingen en heel veel meerdere mensen en meerdere dingen is beschuldigd. Maar is er nu een nieuw nieuwtje bij? Nee, want dat schijnt bij allemaal gaan meten. Want ze heeft dus één met wie ze een vriendschappelijke relatie had, zeg maar. Die heeft ze één of twee keer op zijn kont getikt, zeg maar. Van, goh, ga daar eens achteraan. Ja, maar of, dat is niet helemaal oké. Okay, maar... Nou, dat is niet oké, okay, maar ja. En dan kan zij vrij heftig zijn in dat ze kwaad wordt en zo. Maar ja, dat is toch niet...
een reden om iemand uit een partij te zetten, denk ik. Nou ja, dat ligt natuurlijk aan, gooit ze een laptop naar je hoofd? Dat vind ik wel grensoverschrijdend. Of zegt ze gewoon, nou heb ik het helemaal gehad. Ja, dat doet toch iedereen wel eens, ja, denk nou ik. Dat laatste, ze is niet gewelddadig geworden. Dat vind ik wel wonderlijk, dat snap ik dan niet helemaal. Nee, ik vind het ook wonderlijk. Maar goed, die snif en snuitje zaten weer bij. Die knoops-echtpaar, ja, zeg maar. Die altijd als het veel moeilijk wordt, komen zij ineens. Ja, dan trekken ze hun gezicht alsof ze in een knoop zit. Ik vind het wel hele leuke mensen trouwens. Ja, waarschijnlijk, maar en ook... Oh ja, ik zeg nu steeds wonderlijk, maar iemand had opgemerkt dat als wij wonderlijk zeggen, dat we voelen heel erg kut. Vond ik wel een goeie. Oh ja, het zal iemand op ons afgestudeerd. Heel wonderlijk. Oh ja. En maar als het dan heel moeilijk wordt, er zijn rare mensen, dan komen zij altijd met z'n tweeën. Dan denk en dan weet je, nu komt het grote. Ze hadden toch laatst ook iemand verdedigd, hadden ze een hele rare e-mail van opgestuurd, voor opgestuurd. Wat niemand ook snapte. Oh. Nou, dat durft nu niet meer te zeggen. Maar in ieder geval, zij waren hier ook bij. Ja. En dat is niet altijd goed. Maar verdedigen ze haar nu? Ja. Oh ja. Ja, dat is meestal... Dan heb je wel echt de big guns ingeschakeld, hè? Ja, maar ook dat ik denk... misschien niet altijd voor jou het allerbeste, weet je. Om, want ik stel me zo voor dat ze je dan naar huis brengt. Zitten zij voorin de auto en jij zit achterin. En zij is zo klein, hij is zo groot, die knoops. En dan zitten ze op het stuur en dan kijken ze af en toe achterom. En dan mag je niks zeggen, want dan mama en papa praten, zeg maar. Grote mensen praten. Mag je niks zeggen. Dus ja, ik weet het niet. Het is een typisch geval, vind ik. Ja. Maar waar ik heel erg om moest lachen deze week. Nou ja, lachen. Maandag is er een... Ik weet niet of jij dat hebt gevolgd. Over Wendy van Dijk. Dat ze naar de grens zou gaan? Nou, maar dat geloofde ik helemaal niet. Maar het is maandag, ik moet redelijk vlaggen. Maandag is er zo'n reddingsactie voor... reddingsactie, we gaan dat natuurlijk in Nederland niet redden. Maar ik bedoel, om te helpen, zeg maar. Ja. Er gaan allemaal mensen achter zo'n belpanel zitten en zo. Hartstikke goed. Ja. En toen was er al gezegd van... Goh, en Wendy van Dijk, die gaat naar de Poolse grens. Ja. Maar dat wist Wendy van Dijk helemaal niet. Dus die hoorde dat ze zelf, zeg maar, hoorde... Nee. Ja, hebben ze haar gewoon opgezet. En Wendy van Dijk, ja, wat doen we daarmee? Ja, waarom eigenlijk niet naar de Poolse grens? En dan wordt ze gewoon naar de Poolse grens gestuurd. Maar wie had dan bedacht dat zij daarheen moest? Iemand van de organisatie. Nou ja. Wonderlijk. Ja, want nee, maar ik hoorde het dus en ik dacht... dus dat het een grap was. Dus het is echt zo. Ja, ik dacht echt dat het een grap was. Even de verdediging van Wendy, moet ik eventjes zeggen. Gaat Wendy van Dijk dat niet naar de Poolse grens sturen in een oorlog? Ja, sorry. Ja, ik bedoel, niemand op zich, maar ja, ik vind het zo'n wonderlijke keuze. Ja, ik vind het ook wonderlijk, ja. Vooral omdat ze het dus niet wist. En als je dan heel veel geld geeft, dan moet je Oekraïne. Maar heeft zij toen gezegd, van, nu, je staat ook wel een beetje onder een soort van druk. Als mensen al hebben gezegd, ze gaat, dan moet jij zeggen, nou nee, ik ga niet. Ja, maar er was dus heel veel commentaar van correspondenten die zeiden, we hebben daar gewoon hele goede correspondenten. Ja, mensen, en die kan je gewoon gebruiken. Doen. Waarom moet Wendy van Dijk dan daar naartoe komen? Totaal krankzinnig. Ja, maar dat is toch een organisatie die gewoon niet goed... niet goed nadenkt. Ja, maar ik denk, denk ik nu elke keer. Met die fucking Mediacourant. Ja, met Bob Dylan van de Mediacourant. Ja. Die zit weer gewoon met zo'n beetje dit allemaal op te typen. Ja, en die denkt. Zijn moeder zit het uit te typen. En dan zit hij zo te kijken. Ja, zet dat dan maar op. Zet dat dan maar op. Weet je wel. Ja, maar we kunnen. Nee, daar kunnen we onszelf niet van. Ik kan echt eerlijk zeggen dat ik het niet zo'n heel goed idee vind om Wendy van Dijk naar de grens. Van Polen te sturen. Dat kan ik gewoon zeggen. En dat is ook in haar voordeel dat ik dit zeg. Want ze wilde zelf denk ik ook helemaal niet heen. Nou ja, misschien wil ze er wel heen hoor. Niet doen. Waarom? Want? Nou ja, ik vind wel dat het goed is als er correspondenten daar zijn. En mensen die weten hoe je om moet gaan met allerlei fixers en ingewikkelde zaken. En je bent nog zo mooi aan het bewegen. Weet je dat nog? Wendy van Dijk met die dansmarathon. Die ene zat naast zo'n vrouw die helemaal zo echt zo op de allerlaatste tenen staat. En dan zegt ze, ach, je gaat door, ga door. Ach, je bent nog zo mooi aan het bewegen. Terwijl die vrouw laat alles lopen. Die leunen staat zo helemaal met poep in de broek. Zat ze zo... gewoon te bewegen. En zij probeert die nog een beetje... Je bedoelt dat ze mensen wel op kan peppen. Ja. Maar goed, we gaan het allemaal zien maandag. Ja, wie er dan aan de grens staat. Ik vraag me altijd af waarom zo'n avond moet, maar prima. Nou, het levert vaak toch wel heel veel donaties op. Ja, dat vind ik zo typisch. Ja, ik denk, heb al lang geld overgemaakt. Dat hoef ik echt niet zo'n avond voor te hebben. Nee, maar... nee, dus ik denk dat heel veel mensen al best wel geld hebben gegeven. Ja, mensen maken gewoon geld over. Ja, doe het gewoon even. Ja.
Nou, ja, dan gaan we naar het hoofdonderwerp. Dan gaan we naar het hoofdonderwerp en dat is verjaardagen. Zeker. Vier je altijd je verjaardagen zo eigenlijk? Zo'n soort... Nou, vandaag had ik wel best wel een hele feestelijke dag. Ja. Eerst naar mijn kantoortje. Heb je werd wakker en toen? Hoe is dat meteen? Toen kwam mijn gezin binnen, die ging voor me zingen. Het was wel zo dat mijn zoon toen gewoon in mijn bed weer in slaap viel tijdens het zingen. Oh. Het was heel vroeg. Ja. Het was 7:00. Oh. En dan hebben we feestontbijtje. En wat is dat? Nou, dit keer was het een gekookt ei en een kopje koffie en een toast. Oh. Het was soms iets wat uitgebreider in het weekend of zo. Ja. Maar nu moest natuurlijk iedereen naar school en door. Ja. Dus het was even snel. Gijs had wel heel lief slingers opgehangen. Ik kreeg cadeautjes. Dat is leuk. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel een beetje een baby als het om een verjaardag gaat. Oh ja? Ik vind het toch best wel belangrijk. Oh. Ja, ik weet ook niet waarom, maar... Ja, ik vond het dus moeilijk toen ik nog alleen woonde om dan 's morgens zo wakker te worden en dat er dan niemand was om het feestontbijtje. Oh. Ik vind het feestontbijtje, maar ik geloof dat dit wel een soort tik is in mijn gezin, dat het feestontbijtje belangrijk is. Ja, ja. Want dan begint die dag en wat er daarna, want je moet ook gewoon werken en dingen doen en weet ik veel wat. Maar het feestontbijtje, als dat het dan niet is. Ik denk inmiddels wel dat alles bij jou ligt aan dat jouw moeder zo vroeg gestorven is. Maar dat is ook zo. Ja, dat denk ik toch ook wel. Dat daar zeker mee te maken heeft ook. Maar waarom denk je dan met het feestontbijtje? Nou, dat zo'n verjaardag vieren belangrijk is, zeg maar. Ik stel me zo voor dat het vroeger dan altijd een beetje zo... Niet zo heel handig. Niet zo, ja, nou, precies. Mijn vader was wel van het zingen, dus zingend binnenkomen en zo. Oké. Okay. Hij wist natuurlijk niet zo heel goed hoe je een ontbijtje moest maken. Nee. Maar daar trachtte hij nog wel wat. Oh, het was wel van het vroeger af al feestelijk. Ja, en wij maakten ook bijvoorbeeld voor mijn vader dan zelf een lied of zo, weet je wel. Ja. Maar ik denk wel... Ja, het is natuurlijk ook wel... Ja, je wil natuurlijk gewoon alle toeters en bellen. En denk je dat dat bij mensen met moeders zo is? Wat natuurlijk ook helemaal niet altijd het geval is. Nee. Niet iedereen's moeder weet hoe je feest moet vieren. Nee, ook dat. Nee, nee. Precies. En mensen die wel een moeder hebben gehad... Ik hang daar niet zo heel erg aan. Nee. Ik, ja. Maar ben jij iemand... Zou je het bijvoorbeeld erg vinden als je dus... Stel, je was niet met Karim, je werd 's morgens in je eentje wakker. En je dacht, jeetje, nou, daar zit ik dan op mijn verjaardag. Of zit jij daar niet mee? Nee, daar zit ik dan niet mee. Ja, dat vind ik dus echt wel lastig. Ik heb dus heel snel van, het is mijn dag. Ja, en dat is ook zo. Dat heb ik mezelf ook zo vaak gezegd. Ja, maar jij kan tegen jezelf zeggen wat je wil. Nee, die andere stem wil ze toch wel tegen. Ja, nee hoor, het is helemaal niet zomaar een dag. Toch iets van de buren gehoord. Ja, maar goed, dus daar ben ik een baby in. En ik hou... Ja, dat is ook raar, maar ik hou echt van cadeautjes krijgen. Ja. Nou ja, goed, wie niet... Nou ja, nee, niet iedereen houdt ervan. Nee, bijvoorbeeld mijn schoonzus, die is dus, die vindt dat er te veel rommel is op de wereld. Is ook absoluut waar. Dus die zegt heel vaak, koop maar niks voor mij, want dan komt er nog meer rommel bij. Of doe iets tweedehands of zo. Ja, of... is geen kritiek op jouw cadeaus. Nou ja, misschien, maar nee, echt niet. Maar dat ik wil iets nieuws geven aan iemand. Ja, hoe zit het bij mij? Nee, ik heb ook niet zoveel met cadeaus, moet ik eerlijk zeggen. Echt niet? Nee. Dus ik ben wel... Ik vind het heel leuk als er mensen zijn en zo. Ja. En als ze wat aandacht voor je verjaardag is? Nee, niet. Ik vind het altijd fijner als iemand anders jarig is. En dan, mensen erbij. Ja. Ik vind het niet zo prettig als het zo om jou wat feestvaker draait. Daar ben ik niet zo van. Ook wel weer lastig, ja. Dan vind ik altijd een moeilijke... Ik vind het altijd een moeilijke rol om te spelen. Dat je zo... In het midden moet staan. Ja, in het midden moet staan. Ja. Daar hou ik eigenlijk, daar ben ik helemaal niet zo heel erg van. Maar ik vind het altijd heel fijn om van iemand voor iemand een feestje te maken. Voor iemands verjaardag vind ik het heel leuk, namelijk. Nou, ik moet ook wel zeggen dat een echt... Vroeger moest ik van mezelf ook echt feestjes geven. Dus echt een avondfeestje met drank en allemaal mensen. En ja, de hoeveelheid stress die mij dat opleverde. Ja, dat doe je niet meer, want ik heb geen uitnodiging gekregen. Nee, dat doe ik dus ook niet meer. Nee, ik heb ook gewoon op een gegeven moment tegen mezelf gezegd... Aaf, je bent een volwassen vrouw, dit hoeft niet. Maar als je 20 bent, weet je wel, in die tijd, dan geven mensen feestjes. En dan dacht ik, ja, je moet een feestje geven, anders is het gewoon een trieste avond. Ja. Maar dan zat ik daar te wachten tot de eerste personen kwamen. Nou, jongen. Ja. Dat hij met die glaasjes zit en met die rolnootjes. Het is echt bijna niet te doen. Nou ja, en het schema inderdaad van, dus eerst komen ze binnen, dan hebben ze, dan is er taart. Ja, of dan zijn er nog een beetje te weinig mensen. Ja. Nou, ik vind het vervelend als rondes door elkaar gaan lopen. Dan hebben ze al taart gehad. Oh, en dan komen er veel mensen weer later.
Die maar dan moet je eigenlijk met de chips beginnen. Maar dan is het eigenlijk nog te vroeg voor hun voor chips. Maar dan zijn zij al naar de toosjes toe, zeg maar. Ja. Want je hebt, dus het is gebak. Dan zijn er bolhapjes, bijvoorbeeld. Ja, bij mij speelt het zich allemaal s'avonds af. Maar je hebt natuurlijk vaak eerst taart en dan bijvoorbeeld iets hartigs. Dit is ook s'avonds. Oh, dan deed ik geen taart. Ik vind taart is allemaal wordt voor 6 opgegeten. Nee. Oh nee? Jij zou ook s'avonds... Als er bezoek is, dan komen mensen binnen en dan krijgen ze toch taart. Koffie en taart, ja. Bas zegt het ook. Nou ja, als Bas koffie en taart. En dan komt er... dan komen de toosjes. Ja. Dan komen de chips. Ja, oké. Ik wist het allemaal nog niet, en maar dan, leuk. Is, dat is met frisdrank en met bier en zo. Met de dingen, dan harddrugs. En dan komen de hoeren binnen. Bij mijn moeder en mijn vader, als die dan... Die waren altijd in januari... Ja, ik weet niet wat dat mee te maken heeft, maar in ieder geval... Op het einde kreeg iedereen nog een bak met zult. Wat kreeg je? Een bak. Kregen ze allemaal een bak met zult mee. Dat is toch varkensvet? Nee. Oh... Wat is zult? Ik kreeg een bak varkensvet mee. Ja, ik kan me inmiddels alles bij jouw familie voorstellen. Nee, hier. Oh, er was laatst ook. Kreeg ik van iemand een programma-idee, weet je wel? Van, ja? Goh, dit zou je dat willen gaan maken? Ja. En dan moest ik met iemand rondrijden. En diegene was dan... Er was een, weet ik wat, een baron, weet ik wat, in ieder geval iets. En toen hadden ze in de format geschreven... Nou, wat zo leuk is, Mark Marie is in een volkswijk geboren. Nou ja, het was allemaal zo nog net niet... Als je heel dat... Kruimeltje. Ja, het was echt... Ik was een jij beetje met Jan de Schimmel ben ik. Het kruimeltje op blote voeten, met poep aan mijn hoofd. Dat deed ik zo. Zo ben opgegroeid. Ja, terwijl, ja. Ik zei van, nou, ik ben helemaal niet in de volksbuurt opgegroeid. Ik vind niks meer tegen de volksbuurt. Nee, misschien omdat je elke dag wat had. Nou, daar begonnen ze ook nog over van... Ja, want die baron die is dan heel erg van culinair en zo. En Mark Marie is dan natuurlijk van Maggie, kruiden 1, 2 en 3. Nou ja, echt... Ik werd neergezet als een soort Neandertaler, zeg maar. Die een beetje zo met blote voeten... Met Maggie kruiden 1, 2, 3 rondliep. Ja, dat was echt wel... Ja, niet heel ver bezijden de waarheid allemaal. Nee, maar goed, zij kregen dus altijd een bak met zult. Wat is zult? Zult is, ja, officieel is zult geloof ik gemaakt van een soort vleesafval. Maar mijn moeder maakt het van heel erg goed vlees. En dan is het, ja, ik lust het niet. Maar dat is een soort vlees... met gelei en zo. Ja, ja. En dan moest dan opstijven. En mijn moeder zette dan... Toen woonde op een flat. Zette mijn moeder al die borden ze buiten op het balkon. En mijn slaapkamer was eraan. Als ik het raam dan opendeed, s'avonds, dan deed ik s'nachts sliep ik met open raam. Ja, dan kwam heel die zure geur van. Want het is een beetje zuur. Oh, dat stond de nacht voor het feest te stijven te bij jou voor het raam. Bij mij voor het raam. Want dan was in januari was het natuurlijk hartstikke koud. Oh, geurherinneringen. En dan kon dan... Ja. En dan kregen ze allemaal brood met koffie. Want dan had iedereen gedronken en gewoon weer achter het zuur zitten. Maar iedereen dacht vroeger... Ja, nu word ik nuchter door één kop koffie. Eén kop koffie. Ja. En het is weer... De hele flesje never is er niet gedaan. Het is allemaal vergeten. Dan is de koffie er. En die koffie maakt in de maag allemaal weer prima. En nou, ja, die ruimt het op. Die roddel ging ook jarenlang. En je hoeft ook geen riem om. In je auto, nee. Want die bestaat niet. Want je had koffie op. Ja, je had koffie op. Dus het was zo scherp als ik weet niet wat. Dus we konden gebeuren. En je zult op. En een bakje zult mee. Dus maar dat was dus een bakje. Nee, en dat een bocht. Een bocht beetje meestal. Zoals bij wat je nu bij feestjes krijg je dan zo'n leuke goodie bag. Dat was zeg maar bij jullie een bak zult. Wij waren eigenlijk jullie goodie bag. Avant la lettre. Zult bag. Ja, zult, ja. En daar hebben ze nou nog over, tenminste de mensen ja, die nog leven. De meeste zijn dood, maar de mensen die nog leven... Die hebben het er nog over dat dat zo super lekker was. Ja, ik zou er ook echt nog zeker 50 jaar over napraten als ik dat krijg bij een feest. Ja. Maar weet je wat ik denk dat dat is trouwens? Wat denk je dat nou, het is? Ik zit even aan de Russische connecties te denken. In Rusland eten ze dus... ja, ook een soort heel goor varkensvet als ze aan het drinken zijn. Wat maar vaak... ook dit is dus niet een goor varkensvet. Nee, maar goed, okay. Maar ja, vleesafval. Ja. Nee, dat is het ook niet. Maar goed, ga door. Vlees, ja, vet, vlees. Afval en stank. Dat zie ik nu even als één groep. En bij mijn broer bijvoorbeeld, die gaf een keer een feestje met allemaal Russen. En dan dronken ze steeds wodka en dan aten ze daarna steeds zo'n lillend stuk varkensvet. En dat is dan ook zogenaamd om de alcohol niet te doen, want dat vet...
dat maakt je buik vol. Oh, en dan is die alcohol alweer helemaal weg. Oh ja. Dat idee. Dus misschien was dat het ook wel zo. Van neem dat mee in de auto, dan ben je niet meer dronken. Nee, dat was het niet. Nee. Want dit is gewoon... Oh, lekker. Bij je hebben en dan niet meer dronken. Nee, dat was gewoon voor de lekkerte. Ja, nasnacken. Ik vind het echt... Ja, ik ga dit vanavond ook op mijn verjaardag uitdelen. Ja, zult. Nou... mensen die een restaurant hebben, die zullen het echt wel kennen. Want het is echt het is een delicatesse. Hey, maar nu we het over feestjes hebben. Weet je wat ook een feestje is? Nee. Pasen. Oh ja, Pasen. Hartstikke leuk feestje. En een shout-out naar de HEMA. Precies. Want de HEMA heeft allemaal paaseindjes... met allemaal verschillende nieuwe smaken. Die en oude smaken. Nou, vind ik niet zo fris klinken, maar goed. Maar citroen merengue bijvoorbeeld. Of de... Chai. Of chai. Of melk peanut butter. Melk peanut butter klinkt mij heel lekker in de oren. En ze hebben van die geselecteerde doos, met 20 hebben zij al voorgeselecteerd. Ja. Maar je kan ook je eigen selectie maken. En paaseitje, gewoon als je een paaseitje denkt, denk je aan de HEMA. En dan ga je ze kopen. Ja. Yeah. Verjaardagen, daar waren we eigenlijk over bezig. En je moet het zeggen geven. Ja, het roept dus veel emoties op. Want het is ook een soort schaamte, merk ik. Bij ons allebei wel een beetje. Van moet je jezelf dan zo... Ja. Nou ja, van moet je jezelf dan zo in het midden stellen. En mensen uitnodigen zeggen... Hallo, je moet naar mijn verjaardag komen. Dat blijft toch een beetje ingewikkeld. Oh, maar dat... Nou ja, dat had ik met die feestjes. Dat waren natuurlijk grotere... Dat heb ik niet met een etentje met 7 mensen. Maar ik vind een feestje helemaal niet dat het allemaal over jou moet gaan. Ik vind een feestje juist heel erg dat je heel erg bezig bent met andere mensen. Dat is helemaal ook niet egoïstisch. Ja, dat is moeilijk daaraan, ja. Ja. Nee, dan moet je de hele avond zorgen dat iedereen te eten en te drinken heeft. Ja, en dan praat je met helemaal niemand. En dan zit je huilend op de wc. Vroeger dan hadden mijn ouders een hele lange tafel. En daar zat een hele familie zo aan. En dan liep mijn vader als een soort cipier daar zo omheen. Oh. En dan zei hij, oom Bert moet nog iets drinken. Oom Bert moet dan moet je moet zang aan doen. Nee, wij. Jeez. Dan moesten wij heel snel gewoon oom Bert drinken. Hij was zeg maar de maître die de hele tijd zei... Ja, maar zo'n hele hysterische kampbewaker. Oh. Dus die was echt zo... en dan moest iedereen moest dan soep... Ik weet ook niet precies wanneer, ook denk net voor de zult of zo... Moest er ook soep komen. En dan stond iemand in de keuken... Waar we volgens mij ook wel eens over had. Soepkop. En dan zei mijn moeder... Dit is een mannenkop. Want die was groter. Veel vlees en veel dingen in. Dan moest naar een man. Nou, dat was toch verschrikkelijk. Gendered. Dat is toch ook verschrikkelijk? Ah, dit was ook wel lang. Daar kon mijn zus helemaal niet tegen. Oh, nee, mijn zus was toen al gewoon... Wat goed van haar. Kon daar helemaal niet tegen. Shout-out naar Annette. Shout-out naar Annette, die had het vroeg door. Hallo. Ja, dat was echt gewoon... Dat was echt... Die gaf het gewoon aan een vrouw. Alette Jacobs... Ja, die was non-binair avant la lettre. Jee, wat hebben we veel... Gebeurde er toch veel avant la lettre bij jou thuis? Dat is super. Mensen maar denken dat je uit een volkswijk kwam. Wij werden echt tussen de uiters van de eeuwen op en neer gegooid. Dus van zult eten naar Alette Jacobs en terug. Dat was bij ons echt... we gaan sterren geven. Ja. Of wil jij eerst gaan? Ja. Want jij bent jarig en je mag vandaag alles zeggen wat we doen. Oh ja, dat deden wij ook altijd. Ja, ja en dat vind ik baas. Ook belangrijk. Ja. Jij mag het zeggen. Ik vind verjaardagen... Ja, het is moeilijk van verjaardag van jezelf of van iemand anders. Dus ik moet daar het gemiddelde in nemen. Ja, dat is ingewikkeld. Want ik vind het bij andere mensen hartstikke leuk, verjaardagen. Ja, en ook veel makkelijker allemaal. En makkelijker. En ik vind het leuk om dingen... Dus ik geef dan gemiddeld 4. Ik ook. Heel lekker hard. Ik moet iets harder spelen, want het microfoon is stuk. Die is meegenomen met griezel en greuzel naar Ibiza. Dus we Zet moeten zo. Het hier een beetje meer aandoen. Je hebt het hartstikke mooi aangeslagen. We moeten het hebben over de privé. Ja, want dat is nu een soort New Yorker geworden, begreep ik van jou. Ja, de dus politieke Zelensky, analyse. Held van Kiev, staat er voorop. Oh nee. En echt? Hij was ook helemaal... Ik was dat de laatste... Hij was helemaal uitverkocht. Die man van de winkel Zelensky op het Hoofddorpplein. Die ging denk ik deze halen. En die zei je hebt de laatste. Want ik dacht, is het wel van deze week? Want er was nog maar 1. Dus dan ben ik altijd bang dat ik de oude heb. Dat ze nu nog geen tijd hebben gehad. Dat het over André Hazes gaat of zo. Ja. En dus toen zei ik, zeg maar, is het wel... Ja, het is van deze week, zegt hij, maar het is laatste. Ik heb zelf niet eens doorgekeken, want ze zijn allemaal al uitverkocht. Ja. Dus je ziet de nieuwshonger...
Op het Hoofddorpplein in ieder geval. Ja. Iets gigantisch. Bizar. Mensen denken, wil je iets over Zelensky weten? Dus ik koop de privé. Ja, want we zijn zo benieuwd wat Evert Zandgoed daarvan vindt. Daarvan vindt, ja. Wist jij trouwens dat Zelensky... dit weet je vast, maar dat hij de stem van Beertje Paddington deed. Ja. Ja, vind ik wel weer heel cute. Ja, nou ja, ik vind het sowieso belangrijk, maar... de manier waarop hij tot de macht is gekomen, vind ik echt waanzinnig. Vind ik zo bijzonder. Ja, hoe hij dit allemaal doet. Maar goed, ja, en hij schijnt ook wel een beetje homofoob te zijn en zo. Maar goed, dat is hem nu allemaal vergeven, omdat hij dit allemaal zo goed doet. Ja, dat las ik ook, ja. Ja, vind ik dan wel weer onprettig. Ja, het is wel onprettig, maar daar gaan we later nog op terugkomen bij Zelensky. Hij zal ook wel slimmer worden en zal hier ook wel van leren. Ik hoop het. We komen natuurlijk meteen bij Jan Uriot. Jan Uriot heeft deze week... aan de mobiele telefoon René Schumann, 54, en Angel Eyes, 47. René Schumann, Jan, het is helemaal niet van de bovenste plank, maar het is ook niet helemaal uit de kelders. Nee, het is René Schumann, die had Elvis nagedaan. Oh, ooit ja, is ja. In 1834, ik geloof echt. Ik. Ja, hij leek ook echt wel een heel piepklein beetje op Elvis. Toen. Ja, toen. Ja. Maar toen was het René Schumann 21 en nu is het René Schumann 54. Dat is toch Elvis dat is nog steeds dezelfde leeftijd. Ja, maar die is ook niet knap. Nee, aan het eind niet. Nee. Maar René Schumann is nog heel vlot en die is echt wel. Dat is leuk en daar heeft hij een leuk gesprek mee. Dus dat is prima, Jan. En Simone Wijmans staat er een stukje in. Dat vond ik ook wel een goeie. Simone Wijmans hoeft niet. Heeft het niet zo op Bo, Jinek? Ik ben een fan van, moet ik even zeggen, van Simone Wijmans. Ik vind haar ook heel leuk. Ja, ik vind haar heel leuk. Ken haar helemaal niet hoor, maar ik ben gewoon fan van haar. Ja, maar ik vind haar ook heel erg leuk in het Oog op Morgen. En dat presenteert ze ook. En ik heb heel vaak dat ik denk, oh leuk, Simone Wijmans. Ja, is prettig iemand om naar te kijken. Ja, dat vind ik bij Oog op Morgen altijd. Vind Jeroen Wollaert, dus ben ik ook enorm fan van. Die heeft een tackle. Dus ik was altijd, en die heeft een heel leuke tackle-achtige, otter-achtig beestje. En ik was heel erg voor op één zij met Jeroen Wollaert. Maar niemand luisterde naar mij. Nee, maar goed. De zendercoördinator daar niet naar geluisterd. Talkshow sla ik de laatste tijd over. Laatst werd ik gevraagd om te praten over Josephine Baker. Die was bijgezet in een pantheon. Hoezo ik? Heb ik ooit iets gezegd over Josephine Baker? Het is creatieve armoede om zo'n redactie mij erover te laten bellen. Mm. Ja, stom hè? Maar dat zijn die redacties. Die denken dan, oh, wie is er donker? Oh ja, de bellen met Simone Wijmans. Maar kom op, mensen doen dit echt nog steeds. Ja, ik werd ook wel eens gevraagd over... Ja, Jos Brink, een boek. Ja, hoezo moet ik over Jos Brink iets komen vertellen? Ja. Dat vind ik zo eigenaardig altijd, hoe dat zo'n redactie denkt. Ik denk zo heel simpel. Ja, dit vind ik wel heel simpel. Ja, stom hè? Ja. Ja, hij is chockerend, eerlijk gezegd. Ja, maar we hebben het toch al een paar keer over Lenny Koer gehad. Maar er wordt er elke keer uitgeknipt. Even nu zijn dat altijd de detours die eruit gaan, hè? En Lenny Koer... Terwijl dat best wel hele goede was een supergoed onderwerp van Lenny Koer. Dat gaan we het nog maar een keer vertellen. Dan zie je nu op vakantie, dus het blijft erin. Misschien. Maar Lenny Koer, die is dus een zangeres. Mm-hmm. En die had toen het Songfestival gewonnen. En die is toen in Haarlem... op het station in elkaar geslagen. Zinloos geweld. Heel vaak besproken, dat weet niemand. Heeft het nooit gered. Maar nou, zo zien dat we er doorheen komen. Dus die is in elkaar geslagen in Haarlem. Gewoon zinloos geweld. Afval letteren. Want het is heel lang geleden. Het is meer dan 40 jaar geleden. Het is echt gewoon... Ja, want het was zo vlak na het Songfestival. Nou, dat weet ik niet of ze... Nee, maar gewoon met de trein aan. Ze kwam niet met de trein aan van het Songfestival. Met de boa nog om. En de prijswinning. Nee, zo is het niet gegaan. Maar ze stond wel, geloof ik, met een gitaar of zo. En dus was ze, toen moest ze een plastisch chirurg hebben. En toen was ze helemaal goed gemaakt door die chirurg. En de chirurg is er verliefd op geworden. En daar is ze mee getrouwd. En is ze mee naar Israël gegaan. Want het was een Israëlische man. Nou, hier staat altijd Jan Uriot. Die zegt altijd wat er 40 jaar geleden op het privé stond. Want dat, dat voelt ook lekker. En heb je weer wat? Heb je gewoon weer in de toch, ik weet niet hoeveel woorden weer. Dus, en daar komt hij dus terug op Lenny Koe. 40 jaar geleden stond zij in de privé. En waarmee, denk jij? Met het feit dat zij uit elkaar is gegaan met die plastisch chirurg. Oh, dat wist ik helemaal niet van dit verhaal. Ja. Dat ooit weer voorbij was gegaan. En ze heeft een heel openhartig interview toen gegeven aan 40 jaar geleden. En dat wou ze eigenlijk niet, want ze wou eigenlijk helemaal niet praten. Tegen haar zin gaf ze een openhartig interview. Ze hebben ze in zo'n container hebben ze op zo'n kapperstoel. Praten zul je. Zo'n tandartsstoel vastgezet. Het heeft Jan Uriot haar uren ondervraagd. Nee, maar die plastische rug had namelijk een brief geschreven naar de privé. Oh, en waarin
En hij zei van dat Lenny, die kwam daar niet al te florisant uit die brieven. En Gideon verweet Lenny dat hij geen contact met zijn kinderen mocht hebben. Dat zij onder zijn ogen een relatie was begonnen met Herman Pieter de Boer. Oh ja. Dat was ook zo, Herman Pieter de Boer, daar had een relatie mee. Want die zaten toen stiekem in Hotel Gilsrijen. Dat wist ik wel, want daar werkte mijn zus. En die wist dat. Oh, jij wist dit echt uit de eerste hand? Ja, uit de eerste hand. En Herman Pieter de Boer schreef liedjes, toch? Ik had een Juice Channel kunnen beginnen, net als jouw zus was jouw Juice Channel. Van Kolderwijn. Ja. En, die heeft voor mij nu wel afgedaan, maar goed, dat vertel ik nog een andere keer. Ja, omdat ze die informatie over die Apple-winkel had maar goed, iedereen kan toch wel eens één keer een foutje maken? Nou, dan ben je bij mij klaar. Echt waar? Ja. Wat weinig. Maar heeft ze daar meteen weggehaald? Toen werd de gezegd... politie haar daarover toen belde. Politie... Oh ja, moet je niet vertellen waar mensen zitten, waar een gijzelaar. Oh ja, wat een goede tip. Bedankt. Ik haal het even van de stories. Toen de politie? Ja, je moet dit nog even uitleggen. Trouwens, sommige mensen snappen dit totaal niet, waar we nu over zitten te hebben. De poppenkast gaan doen. Ja, toen de politie... Achter je! Daar! Waar! Ik speel al die heks. Ja, dat geloof ik wel. Maar in heel hun leven speel je de heks volgens mij wel. Maar goed, dus Lenny voelde zich dus genoodzaakt om te reageren op deze aantijgingen. Ik moet nu spreken, want dat Herman Pieter de Boer misbruik heeft gemaakt van zijn gastvrijheid is onzin. Oh, die was bij hun in huis gekomen. Had veel koffie. Dat weet ik niet. Had zult meegenomen. Zult dan gegeten. Normaal. Wat de mensen wel mogen weten is dat ik geregeld ben gebeld door travestieten die mij vertelden dat ze een relatie met mijn man hadden. Nee. Toen ik, avant la lettre. Ik vind dit geweldig nieuws. Ja. Toen ik Gideon daarmee confronteerde, zei hij... Ach, dat zijn grapjes van patiënten die ik ooit heb geopereerd. Maar toen ik hem op een gegeven ogenblik in ons huis in Israël betrapte... met de krant Jeruzalem Post... waarin hij allerlei seksadvertenties had uitgeknipt... wist ik genoeg. Maar wie gaat er nou seksadvertenties uitknippen? In je plakboek? Waarom ga je niet uitknippen? Zelfs in de tijd van de plakboeken was het raar. Op dat weet zijn... Ik zie Bas al kijken, dit gaat er allemaal uit. Dit gaat er allemaal uit. Ik zie het hem denken gewoon. Ik zie hem schaar pakken. Ze hebben gewoon ook de knop nu uitgezet. Hè? Ik zag hem net op een knop drukken. Kill it now. Kill de Lenny Koer story. Waarom zijn ze alle podcasts over Lenny Koer aan het maken? Als Lenny luistert... weet helemaal niet meer wat het is. Lenny, wij proberen het hier al weken in te krijgen. En het lukt ons niet. En maar het verhaal over die Jerusalem Post. En de uitgeknipte seksadvertenties. Ook dat verwees hij naar het Rijk der Fabelen. Ik moest ook dat zien als een grap. Ja, was wel eens een grappenmaker, die Gideon. Waarom zocht hij contact met mannen? Had hij verborgen homoseksuele neigingen? Ik wist het niet meer. Ik kende die duistere kant niet van hem. En als ik erover wilde praten, deed hij dat af met een nerveus lachje. Toen praatte niet meer ging... ben ik naar Nederland gevlucht. Toen hij alleen nog maar nerveus aan het lachen was. En aan het knippen. En aan het opereren. Ongelooflijk, hè? Maar ja, dat we dus 40 jaar later hebben wij verdieping gekregen... in het verhaal wat we eigenlijk al wisten. Over een lastige rubriek voor mensen die dus nu nog leven... zoals Lenny Koer... Ja. Dat je denkt, oh nee, gaat dit nu weer helemaal opgedrecht worden hier? Ik bedoel, Jan Uriot, ik vind hem fantastisch. Ja. Maar hij dreigt wel een hoop shit op over die mensen. En als het niet nieuw is, dan gaat hij wel in oude koeien kijken. Precies. Met zijn hand erachterin. Weet je nog, toen jij bedreigd werd door travestieten... Wat die sommige in Jerusalem Post stonden. Sommige mensen halen oude koeien uit, maar hij haalt een oude koeien uit. En gaat er dan met zijn hand in om te kijken of daar nog iets in zit. Dus het is niet... Een hel... Een rubriek voor oude sterren. Zullen we eventjes dat de suikertante doen natuurlijk. Ja, de Vrije Academie. We hebben het over kunst. We hebben het over kunst, Lenny Koer. En plaschirurgie is ook best wel zeker, kunstig. Dat is wel de kunst onder de geneeskunde. Want je ziet wel de lelijke ook. Maar goed. VA thuis. VA thuis. Vrije Academie. Dat kan je gewoon thuis op dinsdagavond. Ja. Hebben ze komt er een cursus aan, de jaaropleiding Moderne Kunst. Ja. En die is tussen 8 uur en 10 uur 's avonds. Ja. En dat is elke week heb je dan live via Zoom les. Ja, en als je nou bijvoorbeeld een keer niet kan, want het is live. Als je een keer niet kan, dan kan je dat aangeven. En dan krijg je later in je mailbox gewoon de registratie van die avond. Even terugkijken. Ja. Wat leer je dan allemaal, Mark-Marie Huibrecht? Je leert over moderne kunst. Moderne kunst. Impressionisme, realisme. Young British Artists. Ik noem nu gewoon een paar dingen op. Ja, hè? Ik zie het. Luxus. Ja. Videokunst. Ja. Nou ja, heel veel. Ja, zeker. En op 8 maart is er een gratis informatieavond. En dan moet je naar vrijacademie.nl/jaaropleiding. Ja.
En voor onze luisteraars, dat vind ik zelf altijd leuk, als er een kortingscode is. En die kortingscode is €50 op de jaaropleiding Moderne Kunst. Ja. En die is MMA50. Ja, en die kan je ook intypen bij vrijeacademie.nl/jaaropleiding. Ja. Ik denk, zeg maar gewoon. Nee, hartstikke goed, ja. Nee, dus... leuk. Ja. Dada, Cobra. Nou ja, er komt echt heel veel voorbij. Ja. En het is hartstikke interessant. Want bijvoorbeeld video art, daar had ik vroeger nooit iets mee. Tot ik een programma presenteerde en daar zat Puk. Oh ja, dat heb je wel eens. Puk Verkade, ja. En dan zie je hoe het gaat. Door kennis geniet je ook veel meer van dus daarna kunst. Ga je lekker naar de musea en dan ben je helemaal hep. Precies. Helemaal in je tas. Als je weet hoe het wordt gemaakt, weet je dat bij Zult ook. Als je weet hoe het is gemaakt, oh, nu wil ik het eten. Veel lekkerder. Ja. Ja. Nu zou ik het erg graag hebben willen eten op de verjaardag van jouw moeder. Maar we gaan naar het probleem. Beste Mark, Marie en Aaf. Wij hebben een probleem. Onze bovenbuurman, halverwege de 30, heeft sinds kort een nieuwe vriendin. Wij horen met enige regelmaat dat boven ons slaande ruzie wordt gemaakt. We horen ze beiden schelden, schreeuwen, stampen op de grond en andere bonkende geluiden maken. Het is lastig om in te schatten of er geweld wordt gebruikt. Aan de ene kant willen we ons nergens mee bemoeien, maar aan de andere kant maken we ons zorgen dat het wel eens zou kunnen escaleren. Onze eerste gedachte was om de vriendin aan te spreken, maar we kennen haar niet en de keren dat we haar in het trappenhuis zijn tegengekomen, vermeed ze contact. Ons contact met de buurman gaat ook niet verder dan een hoi, zo nu en dan bij de voordeur. Wat moeten we doen? Ja, moeilijk hoor. Ja, ook omdat in deze zaak niet helemaal duidelijk is of er een hoofdschuldige is, zeg maar. Mm-hmm. Er kunnen ook twee mensen zijn die gewoon veel ruzie hebben. Nou ja, als ik het hoor, dan lijkt het alsof de vrouw een beetje het slachtoffer is, heb ik het idee. Ja, maar ze helemaal zeker weten ze dat natuurlijk niet. Nee. Ze kunnen ook allebei het slachtoffer zijn. Zeker. Ze kunnen elkaar er ook op inslaan. Maar ja, er is wel een probleem bij die mensen thuis. Dat is natuurlijk sowieso zo. En je hebt er ook gewoon nog eens last van. Ik bedoel, even los van hoe vervelend het voor die mensen is om te vechten. Het is ook niet leuk om eronder te wonen. Nee, het is hartstikke moeilijk. Ja, het is heel stressvol. Ik heb ook wel eens naast ruzie in de mensen gewoond. En? Ja, niks aan gedaan. Maar nu denk ik, had ik maar wel wat gedaan. Ik heb daar wel spijt van, eerlijk gezegd. Ik heb wel eens een keer met iemand gewerkt, een vrouw. En die daar woonden mensen boven. En die hadden ook heel vaak ruzie. Ja. Maar zij, het was zo gehoorig Amsterdam. Ze hoorden gewoon alles. Ja. Toen hoorde die man ineens zeggen, je lijkt die hoe van hier beneden. Oh. Toen ging over haar. Toen is ze naar boven gestormd. Ja, maar als je zeggen wordt betrokken ineens. Dat je denkt, nou ja, wat heb ik hallo, al nou wordt het vervelend. Ja. Maar ik las heel veel We hadden wel veel goede reacties. Ja. Ja, ook van Veilig Thuis, wat ik zelf niet ken. En ik dus ook helemaal niet. Nee, maar daar kan je bijna eigenlijk zonder problemen te maken in eerste instantie is vragen wat je ermee kan. Ja, die geven je advies. Die geven je advies. Dat is natuurlijk op zich wel een goeie. Want je wil ook niet de politie meteen op ze afsturen. Nee, dat zou ik echt niet doen. Want misschien is het ook wel helemaal geen zaak voor de politie. Nee. Nee, ik zou inderdaad dat Veilig Thuis vond ik een hele goeie. Dat zeiden meer mensen, die hadden ook goede ervaringen mee. Ja. Zo, die kun je gewoon opbellen. Er waren weinig mensen voor echte rechtstreeks confrontatie. Ja, want het is natuurlijk moeilijk, want je woont daar. Ja. En je blijft daar wonen. En het is natuurlijk ook onprettig. Kijk, zij kunnen best wel door een moeilijke periode gaan. En zij kunnen ook wel met dingen gooien. Dat ze niet naar elkaar gooien. Nee, maar dat ze gewoon uit woede, dat het wel veel herrie maakt. Maar dat dat gewoon de manier is waarop zij ruzie hebben. Ja, dat kan. Het kan eigenlijk ook nog redelijk onschuldig zijn. Twee mensen die snel ontploffen en die daarna gewoon weer vredig met elkaar verder gaan. Het kan. Ja. Maar ik vind het wel heel aardig dat ze zich er druk om maken. Want het kan ook echt iets heel anders zijn. Zeker. Dus dat Veilig Thuis lijkt me toch een goeie om te bellen. Ja, want het is ook goed om niet weg te kijken. Nee. Want het is, want ik weet niet of ik dat verteld heb, dat ik laatst naar huis was gereden met de auto en dat er iemand op de grond lag. Nee. Oh, het was in Tilburg en er lag iemand tussen twee bloembakken en ik kwam zo aanrijden met de auto. Ik zag zo twee benen eruit steken en ik dacht, en het was heel koud. En ik dacht, ja, ik wil toch niet degene zijn die later heeft gezegd, oh ja, ik zag het wel liggen. Er lag iemand, ja. Snap je? Dus ik had de auto neergezet, ging terug en was een vrouw. En die lag daar in een soort
gewatteerde jas wel, maar heel vies en zo. Maar ze werd gewoon niet. Ik zeg, mevrouw, ze werd er helemaal niet wakker. Oh. Dus ik dacht, ja, ik kan toch niet. En toen kwam er een jongen bij staan en die zei, ja, ze heeft waarschijnlijk iets te veel gebruikt van het een of ander. Zeg, ja, maar ja, dan kan ze nog wel doodvliezen, ja, of zo. Zeker. Want ze ligt nu op de grond en zo. Ja, ik zeg maar ik vind de drempel om 112 te bellen vind ik altijd heel erg groot. Ja. Maar dan zei die jongen, nee, dat kan je gewoon nu doen. Dus ik 112 gebeld. En toen zei het van, geen eten of drinken geven. Dat was ook niet het plan, maar dat mocht dan ook niet. En als ze dat zou overgeven, zou ik er op de kant moeten leggen. Nou, prima, daar was ik echt toe bereid. En toen zei ze van, sturen we hulp. Ja. En toen stonden ze met z'n tweeën. En inderdaad kwam de hulp. En die politieagent die zat daar en zegt, oh, Patricia. Ja. Dus die kent haar. Die kent haar al wel, dat ze daar dan. Ja, maar ik dacht, je moet dan toch iets doen. Ik heb ook echt spijt dat ik dat toen niet heb gedaan. Ja. Echt waar. Dus ik zou zeggen, doe dit, veilig thuis. Lijkt me echt de allerbeste tip. Ja. En dan kan je... Ja, desnoods. Met hun bespreken. Ja, precies. Of misschien kunnen zij er één keer heen gaan of zo. Maar het is natuurlijk ook voor die mensen minder bedreigend als er een volledig geuniformeerde politieagent voor zeker. Je deur staat. Maar supergoed dat je in ieder geval er aandacht aan besteedt. Ja. En dat je er iets aan wil doen. Ja, dat vind ik heel aardig. Ja, vind ik ook. Nou, succes bij Veilig Thuis. Voor iedereen die luistert. Veilig Thuis kan je altijd als advies gebruiken. Nou, heel goed. Nou, jij heel veel plezier vanavond. Dankjewel. Gaat wel lukken. En jullie ook deze week. En tot volgende week. Tot dan.